Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 22 september. Afgelopen nacht zijn drie fietsers gewond geraakt bij een botsing op een fietspad langs de Grijpskerkse weg bij Oostkapelle. Het ongeluk was zo ernstig dat twee traumahelikopters zijn opgeroepen om zorg te verlenen. Twee van de fietsers zijn ook met helikopters naar het ziekenhuis gebracht, de derde met een ambulance. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. Heikant staat een beetje op zijn kop deze zondagochtend. De organisatie Toonbeeld wil graag weten hoe het beter kan met culturele activiteiten hier in het dorp. Dat willen ze vragen aan de inwoners. En hoe krijg je mensen beter bij elkaar dan met ontbijt? Zo'n 160 mensen uit het dorp eten mee tijdens deze aftrap van het project Cultuurhub Zeeland. Daarmee worden binnenkort allerlei activiteiten georganiseerd. Initiatiefnemer Cultuurkwadraat en Toonbeeld die het gaat uitvoeren. En willen eerst weten wat er mist. Ik kan wel iets verzinnen wat we zouden kunnen doen op Heikant. Maar als de heikantenaren daar niet warm voor lopen, ja, dan levert dat niks op. Dus vandaar dat we willen weten van, hey, wat kom je halen? Wat wil je van ons? Dat we organiseren voor jullie. Maar we willen ook weten, wat kom jij eventueel brengen? Wat is jouw talent? Kunnen we jou nog inzetten voor het een of ander, voor te organiseren? En waar de een vindt dat het maar saai is in Heikant. Er was echt nooit iets te doen eigenlijk. Dan tijdens kerst of zo was er wel een keer dat in de kerk er wat te doen was, maar daar gaat ook eigenlijk nooit echt iemand naartoe. Vindt de ander dat er al een hoop te doen is in het dorp? We hebben muziekles hier in het Heiken. En sowieso de basisschool, die doet ook heel veel leuke dingen. En hier is ook vaak wel veel te doen op het Stuikerplein. Toch heeft Lotte nog wel één suggestie. Ja, misschien is voor de jongeren een discoavond of zoiets. Dat zou wel leuk zijn. En dus gaat haar wens op een kaartje aan de waslijn, net als alle andere suggesties. En dan kan Toonbeeld er samen met alle verenigingen en dorpsgenoten mee aan de slag. Honderden scouts zijn dit weekend hier op het scoutingterrein in Veren bij elkaar gekomen voor workshops, trainingen en het bouwen van deze gigantische draaimolen van 8 meter hoog. Hij is gemaakt van alleen maar hout en touw en dan metalen lagers om hem rond te kunnen laten draaien. Nou, dat noemen we het pionieren, het werken met hout en touw. En dat is eigenlijk top scouting. En veel groepen die bouwen een tafeltje om aan te zitten of een katapult om iets af te schieten. En dan is dit echt wel een groot object. Het is veelal ook statisch. En dat het ronddraait, bewegend, is echt dat is heel bijzonder. Deze dagen zijn bedoeld om inspiratie, ideeën, kennis of vaardigheden op te doen voor leiding van Scouting Nederland. Want scouting houdt veel meer in dan alleen speurtochten, zeilen en kamperen. We zijn een jeugdvereniging, dus wij gaan met de jeugd mee. En dat kan je ook zien in het gebruik van routetechnieken. Vroeger was dat echt een papiertje en een kompas. Nu gebruiken we daar ook mobiele telefoons voor of GPS'en. En hele andere creatieve routes ook nog worden daar gebruikt bijvoorbeeld. En die draaimolen, die blijft niet staan. Dat is natuurlijk wel een beetje jammer, maar de kracht van het pionieren en hetgeen wat ik zo leuk aan vind, is dat je dus iedere keer met dezelfde materialen weer iets anders kan bouwen. En dus was dit het laatste rondje van de tijdelijke draaimolen. Nemag in Zierikzee maakt grijpers voor hijskranen. Vorig jaar was er voor het pand nog een stenen parkeerplaats. Maar nu is het bedrijfsterrein helemaal vergroend. Daarbij is uitgegaan van de oorspronkelijke grond. Van rijke kleigrond, dus het type grond wat hier is. Wetende ook dat het een landbouwgrond ooit geweest is. Ja, en dan puzzelen welke inheemse soorten daar het best op aanslaan. Mijn motto is van verbeter de wereld, maar begin bij jezelf. Dus we vonden het eigenlijk belangrijk om niet alleen een mooi nieuw kantoorpand te laten ontwerpen, maar ook het landschap daarin mee te nemen. De provincie Zeeland stelt €500.000 beschikbaar voor bedrijven die hun terrein willen vergroenen. Er is zelfs hulp beschikbaar om de subsidieaanvraag kansrijk te maken. Nu hebben we daarvoor een terreinscan die we gratis aanbieden door Stichting Landschapsbeheer Zeeland, die dat kan doen. Mensen worden een beetje geholpen, zeg maar. De mensen willen we daar echt een beetje bij helpen. En, en dan hopen we op die manier natuurlijk dit te kunnen stimuleren. Voor de subsidie voor vergroening van bedrijfsterreinen is nu nog niet zoveel animo, maar de provincie hoopt hier wel mee door te kunnen gaan. Morgenrood, water in de sloot. Een prachtige zonsopkomst bij Wilhelmina dorp vanmorgen. Die bewolking die hield de hele dag aan en ondanks dat was de temperatuur vandaag zacht. Vanavond blijft het bewolkt en er passeren een aantal buien, welke gepaard kunnen gaan met onweer.
Het koelt niet heel erg af. De minima liggen vannacht rond de 17 graden met een zwakke tot matige oostenwind. Morgen is het wisselend bewolkt en valt er van tijd tot tijd een bui. De wind die is gedraaid naar het zuidwesten en dat zorgt voor de aanvoer van koelere lucht. Terug te zien in de maximumtemperatuur van zo'n 19 graden. Ook in de vooruitzichten blijft het wat frisser met 18 graden. En de wind die neemt toe de komende dagen naar krachtig. Iedere dag is er kans op een bui en op woensdag en donderdag daar ook kans op onweer bij. We kunnen in ieder geval stellen dat de herfst gaat beginnen. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.